dat het toebehoort aan iedereen of dat het, of het toebehoort aan één groep mensen. Teach up! Come on. Is the book of Deuteronomy 28, verse 68. Uh-huh. And the Lord shall bring thee into Egypt again with ships. En de Heer zal je opnieuw in Egypte brengen. Het woord Egypte, dat heeft een andere betekenis. Do you know that? What's the meaning? Bondage. That's right. Hey, you got some knowledge. Bondage, yes. What is the name for slavernij? Inderdaad. Read it. Come on. Exodus 20, verse 2. I am the Lord thy God. See, I am the Lord thy God. God is talking directly to the Israelites. Come on. Which have brought thee out of the land of Egypt. Out of the land of Egypt. Come on. Out of the house of bondage. Out of the house of bondage. Out of the house of slavery, captivity. Come on. Go back to Exodus. Deuteronomy 28, verse 68. And the Lord shall bring thee into Egypt. Into slavery again. Into slavery again. In captivity again. Come on. Again, with ship. Met schepen. Op cargo slave ship. Vrachtschepen. Met wie is dat gebeurd? Is dat met de Chinezen gebeurd? Is dat met de Arabieren gebeurd? Is het met de Europeanen gebeurd? Is alleen met één groep mensen gebeurd. Come on. By the way whereof I speak unto thee. Dus dezelfde manier zoals Mozes ons aan het waarschuwen was. 3000 jaar geleden. Ja, 3000 jaar geleden. 400 jaar geleden zijn we slavernij gegaan. Dus onze geschiedenis was profetie. Mozes was ons aan het waarschuwen. Als, go back to 15. Go back to 15. Deuteronomy 28, verse 15. This is the waarschuwing here. Come on. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God. Het zal gebeuren, God gaat je in slavernij brengen op schepen, als je niet naar hem wil luisteren. Right. Als je niet naar hem wil luisteren. Go back to 68. Deuteronomy 28, verse 68. And the Lord shall bring thee into Egypt again. And the Lord shall bring thee into Egypt, into slavery again. Come on. With ships. Come on. By the way whereof I speak unto thee. So dezelfde manier zoals Moses dat heeft gezegd. Come on. Thou shalt see it no more again. We zouden, de it wat we nooit meer zouden zien is wat? Ons thuisland. Waar is ons thuisland? Is het Suriname? Is het Iberia? Waar is ons thuisland? Give me that in Galatians. Waar is ons thuisland? Want mensen hebben, ze hebben ons geleerd, we komen van, wij stammen af van Afrika, we zijn Afrikanen. Dat daar, dat daar leven ontsprongen is, toch? Dat is wat ze ons geleerd hebben. Laten we zien wat de Bijbel zegt. Galatians 4, 26. Galatians 4, verse 26. But Jerusalem. But what? Jerusalem. But what? Jerusalem. Jerusalem, come on. Which is above, is free. Uh-huh. Which is the mother of us all. So Africa is not the motherland. Jerusalem is the motherland of the Israelites. For the Israelites, the 12 tribes of Jacob. Right. That's the motherland, not Africa. Come on, back to Deuteronomy. Deuteronomy 28, verse 68. And the Lord shall bring thee into Egypt again. With again. Ships. Come on. By the way whereof I speak unto thee, thou shalt see it no more again. You would never see your homeland again as a nation of people. Not as an individual, because you can buy a ticket and go to Jerusalem. As a nation of people. Come on. And there, wanneer je van die schepen afkomt, in Suriname, in Iberia, in Jamaica, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, China, Nederland, in Rotterdam, in Amsterdam, in Zeeland. Wij waren daar ook slaven, hier in Nederland. Right. Come on. And there, you shall be sold. You shall be what? Sold. You shall be sold. Hou dat maar vast. Je zult verkocht worden. Je zult verkocht worden. Kom even dichterbij staan. You shall be what? You shall be sold unto your enemies. No, unto your friends. Enemies. No, unto your matties. Enemies. Unto your best friends. Enemies. God calls them your enemies. God That's calls right, them right. our enemies. Look at here. Big box. Children for slaves. Who's he talking about? Over wie praat? Het praat over ons. Het praat over ons. Come What? On. For bondmen. Dus voor slaaf. Bondman is a slave man. And bond women. En slavin. En slavin. Come on. And no man shall buy you. And no man shall buy you. Buy you is an old cracker word for redeem. No man shall no earthly man shall redeem you. Let me say that. Because who's coming back for the Israelites? Jacob. Give me Luke 168. Give me that. Luke 168. Bring it up. Let me show you. Let me show you the person. Let me show you
the purpose of Jesus Christ. Come on. This is in the Bible. This book of Luke 1, verse 68. Blessed be the Lord God of Israel. Blessed, gezegend is de Heer God van Israël, de Israëlieten, de 12 stammen van Israël. Want hij is alleen onze God. Pardon? Come closer. Israel is the church. You're correct, yes. Sister, wait. So you're telling me God is for everybody. Is that what you're telling? Okay, let's prove that in the Bible. Listen. Hey, kijk, weet je wat het probleem is? Kijk, daar is ook ruimte. Ga daar teachen. Do you see yourself on this sign? No, you don't see yourself on this sign. This is not for you. This is nation building time. That's right. Nation building time. This is not for the heathen. Come on. Go back. Sister. Ik ben jouw aanvragend beantwoorden. Give me Luke 168 again. Zeg me wat dit betekent. Listen. You have to listen with understanding. Come on. This is the book of Luke 1, verse 68. What betekent dit? Blessed be the Lord God of Israel. Come on. For he had visited and redeemed his people. It's possessive. It's not talking about everybody. Right. Come on. And had raised up an horn of salvation for us. For who? For the Israelites. For us. Right. Why do the other nations need saving from? This is their kingdom. Teach up. Come on. And he had raised up an horn of salvation for us. The horn of salvation is Christ for us. Give me Matthew 15:24. Laten we bewijzen voor wie Christus is gekomen. Is Christus voor iedereen gekomen? No. Matthew 15:24. Let the Bible speak. It's the book of Matthew 15, verse 24. But he answered and said, I am not sent. Ik ben alleen uitsluitend gestuurd naar wie? But unto the lost sheep of the house of Israel. Hij zegt, ik ben uitsluitend gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël. Waarom? We lost our nationality, we lost our culture, our heritage. Why do the other nation need saving from? For what? Come on. We're gonna read it. Luke 1, verse 68. Blessed be the Lord God of Israel. Blessed be the Lord God of the Israelites. Come on. For he had visited and redeemed his people. And he had raised up an horn of salvation for us. For us, for the Israelites. In the house of his servant David. Come on. As he spake by the mouth of his holy prophets. Which have been since the world began. That we should be saved. That we, the Israelites, should be saved. Come on. That we should be saved from our enemies. Is it talking about everybody? Do everybody need saving from their enemies? No. We need saving from our enemies. He is the one who's being gunned down in the street. He is the one who's being hated everywhere. Right. Do you understand that? Come on. That we should be saved from our enemies. Come on. And from the hand of all that hate us. Give me Psalms 130. 130 and verse 5. Give me Psalms 130, verse 5. Bring it up! Listen, dit is geen religie hier. Dat klopt, de Israëlieten zijn de kerk. Kerk betekent gewoon gathering of people. Wij zijn de 12 stam van Israël. Right. This is the church. No thank you, keep your flowers for yourself. Come on. This book of Psalms 130, verse 5. I wait for the Lord. My soul doth wait. So the Bible says, I wait. Jullie moeten wachten op de Heer, come on. I wait for the Lord, my soul doth wait, and in his word do I hope. En in zijn woord moeten jullie hoop hebben. Op zijn woord moeten jullie vertrouwen. Read on. Come on. My soul waited for the Lord more than they that watch for the morning. I say, more than they that watch for the morning. Let Israel hope in the Lord. Come on. For with the Lord there is mercy. And with him is plenteous redemption. Psalm 130 verse 8.
130 vers 8. 5. Ik heb 5 minuten gelezen. 130 vers 8. Vers 5? Vers 5, sorry. Oké. Okay. Ja. Psalm 130 vers 5. I wait for the Lord. Ja. Ik heb het niet. Vers 8. Vers 7. Vers 7. Psalm 130 vers 7. Let Israel hope in the Lord. For with the Lord there is mercy, and with him is plenteous redemption. With him, the who? The Lord. Jesus Christ, the black Messiah, is what? Is redemption. Redemption from who? From our enemies. From our enemies. So brothers and sisters. Brothers and sisters. Brother and sister. We zijn in slavernij gegaan omdat we wat Gods wet gebroken hebben. We zijn in slavernij gegaan omdat we Gods wet gebroken hebben. Right. Oké? Jezus is ook geen deur. Jezus is gewoon give me love. Give me love. Give me love. Niet leuk hoor, je beledigt me. Maar je bent ook begrepen. Kijk, weet je wat... No. Give me love. Ja, ik wil die... First Chronicles 28 en 8. Ik wil jullie eens laten zien. Want weet je wat het is? Weet je wat het mooie is? Iedereen, we zijn nou hier het woord van God uit aan het brengen. En nou is iedereen tegen ons alsof we haat aan het zaaien zijn. We lezen uit dezelfde Bijbel die iedereen thuis heeft. Maar alleen, weet je wat het was? In slavernij mochten we wat niet doen. Wat mochten we niet doen in slavernij? We mochten niet lezen. Nu kunnen we voor onszelf lezen. We weten wie we zijn in de Bijbel. En weet je wat het is? Al die andere mensen worden nou bang. Ze zijn bang om zwarte mensen te zien reizen. Daar zijn ze bang voor. Right. So this is nation building time. Who's the king? Right. Who's the king? Right. Who's the king? Right. What is he? Right. The black Messiah. That's right. Huh? Ik denk dat de Messias elke kleur heeft. First Chronicles 29. No. Verse 8. 28 verse 8. First Chronicles 28. Come on. Verse 8. Come on. Now therefore, in the sight of all Israel. Therefore, in the sight of Israel. Come on. The congregation of the Lord. The who? The congregation of the Lord. What's the meaning of congregation? A gathering. A gathering. Israel, read it from the top again. First Chronicles 28, verse 8. Uh-huh. Now therefore, in the sight of all Israel, the congregation of the Lord, and in the audience of our God. In the audience of who? Our God. It's not talking about everybody. It's not talking about everybody's God. Right. Read it. Keep and seek for all the commandments of the Lord. So we have to keep and seek for all the commandments of the Lord. So now I'm going to read you some commandments. I see you're already keeping one commandment. You have a beard on your face. Right. But there are more commandments you should keep, brother. And for you as well, sister. Because this happened. Why? Because we didn't keep the commandments. You see it? Sister, dit is met ons gebeurd. Heb je nooit gevraagd van... Waarom zijn mijn voorouders in slavernij gegaan? Waarom? Niemand heeft je ooit het antwoord kunnen geven. Maar het antwoord is vlak hier in de Bijbel. Je gaat waarschijnlijk naar de kerk. En ze hebben jullie nooit jullie nationaliteit en jullie identiteit verteld. Wie jullie zijn. En daarom moet je je eigen afvragen van. Als dit in de Bijbel staat. En mijn pastoor heeft dit in de Bijbel. En hij gaat naar de theologische instellingen. Om zijn kennis te halen van de Bijbel. Waarom is dat nooit tegen ons verteld? Ze willen niet dat je weet wie je bent. Zodra jij wakker wordt, zijn hun in problemen. That's right. Come on. The book of Deuteronomy 22, verse 5. Come on. The woman. Who? The woman. Je bent de vrouw. Correct? Oké. Okay. Shall not wear that which pertaineth unto a man. De vrouw zal niet aandoen wat toebehoort aan een man. Hij lacht al, hij weet het denk ik. Neither shall a man put on a woman's garment. So, the Bible says, the Israelite woman. Dit gaat niet over de andere naties. Dit is nation building time. Dit gaat niet over, dit is family time om het zo maar te zeggen. Ja? Dit gaat niet over de andere naties. Dit gaat over de 12 stam van Israël. Dus de Israëliet vrouw mag niet aandoen wat toebehoort aan een man. Right. Wat draag jij wat toebehoort aan een man? Read it again. Romans 22 verse 5. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Neither shall a man put on a woman's garment. So neither, dus hij gelijk zo mag hij dus ook geen vrouwenkleren aandoen. Come on. For all that do so are abomination unto the Lord. What? What betekent abomination? Do you know that abomination? You speak English, right? What is abomination? What's the meaning of that? Een gruwel.
Een gruwel, something detestable, disgusting. That's how God thinks about women in pants. Right. You should think about it the same. Give me Jeremiah, yes. Right. Come on. Book of Jeremiah 44, verse 4. Uh-huh. How bait I sent unto you all my servants, uh-huh. The prophet. The who? The prophet. So we are the prophets sent back on earth. Come on. Rising early, uh-huh. And sending them, saying, oh, do not this abominable thing that I hate. So is God is saying, do not this abominable thing that I hate. Yes, God hates. God hates. Hate is in the Bible. Give me Sirach 15 and 13. Bring it up. Sirach 15 and 13. Listen. Hoe ze ons de Bijbel hebben geleerd is niet, staat niet in lijn met wat er daadwerkelijk in de Bijbel staat. Right. God haat. Right. God haat. Yes, I said it. It's in the Bible. Right. Sirach 15 and 13. Bring it up. Sirach 15 verse 13. Uh-huh. The Lord hated. What? The Lord hated. What? All abomination. God hates it when he sees his daughter in pants. Right. He hates it when he sees a man covering his head. Give me that scripture in 1 Corinthians 11 and 3. Let me show you. So sister, you coming back to your true nationality, to your heritage is to do what? Is to wear a skirt or a dress, to dress modestly. Because you was a princess. Remember, the name Israel means what? Prince of power with God. Right. He is a prince. You're a princess. Do you understand that? Yes, that's what your name means. You're a princess. Remember, ze gaan er alles aan doen om jou niet te laten weten wie je bent. Teacher! Huh? Begin sense te maken, toch? Come on. 1 Corinthians 11, verse 3. Come on. But I would have you know that the head of every man is Christ. So het hoofd van iedere Israëliet man. Iedere Israëliet man, come on. Is Christ. Is Jezus Christus. Wie? De zwarte Messiah. Jezus Christus, de zwarte Messiah. Come on. That the head of every man is Christ. Uh-huh. And the head of the woman is the man. En het hoofd van de vrouw is wie? Read it again. Read it again. I know. So people don't like it. People don't like it. Why? Because society teaches what? 50-50. 50-50. There's no 50-50 in the Bible. Right. There is geen, jij hebt de broek aan. God is een God van orde. God heeft Christus gezet over de Israëliet man. Daarna heeft hij de vrouw ondergezet. There is geen 50-50. You is the head of the house. You have to rule your house. Just like he said in Genesis. Come on. 1 Corinthians 11 verse 3. But I would have you know that the head of every man is Christ. So Christ is your head. Right. Come on. And the head of the woman is the man. And you are the head of the woman, if it's your wife. I'm going to touch on that also. Come on. And the head of Christ is God. Do you see the order? You have God, Christ, man, woman, and children eventually. Come on. That's it. Every man praying or prophesying. So every man who is praying or is in the midst of prophecy, because now we're reading the scripture, we're in the midst of prophecy, come on. Having his head covered. Dus wanneer je hoofd bedekt hebt, wanneer uit de Bijbel gelezen wordt. Dishonored his head. So you're dishonoring your head. Who's your head again? Christ, right? So you are dishonoring who? Christ. Then you have your what? Your head covered. So what should you do to show honor to who? To Christ. Do you understand that? Begrijp wat ik zeg? Wat moet je doen als je de Bijbel leest? Ja, snap je dat, sister? Read it again. Ik ga het in het Nederlands vertalen. I would have you know that the head of every man is Christ. Dus het hoofd van iedere man is Christus. Come on. That the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man. En het hoofd van de Israëliet vrouw is de man. Come on. And the head of Christ is God. En het hoofd van Jezus Christus is God. Right. Come on. Every man praying or prophesying. Dus iedere man die bidt of in de midst van profetie is, wanneer er uit de Bijbel gelezen wordt. Come on. Having his head covered. Die zijn hoofd bedekt heeft. Come on. Dishonored. Dishonored. Dishonored who? Onteerd. His head. Onteerd zijn hoofd. Wie is jouw hoofd? Christus toch? Dus wanneer jij je hoofd bedekt hebt, oneer je wie? Nee, je mag je hoofd bedekken
zeggen, maar niet wanneer het uit de Bijbel gelezen wordt. You understand that? That's what the scriptures say. So, in you showing repentance, what should you do? Om berouw te tonen, wat moet je doen? That's what the scripture says. Do you believe in the Bible? But you don't believe what I just read. Give me 1 Corinthians 14:37. 1 Corinthians 14:37. Let me show you what Paul says. 14:37. Where's that one? Book of 1 Corinthians 14, verse 37. Listen. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. So this, what we're reading, for you uncovering your head, is the commandment of God. It's not from him, it's not from me. So God is telling you to do what? When the scriptures are reading. Or when we're reading the scriptures. To do what? To uncover your head. When you go to the rechtbank, right? You have your head covered. What do you do? You uncover your head, right? To show respect, right? So why can't you show respect to Jesus Christ, the black Messiah? That's right. When a white man would ask you to uncover your head, you would do it, my brother. Come on, my brother. Give me the scripture. Come on. Sirach 32 verse 17. Come on. A sinful man. So who? A sinful man. A sinful man, come on. Will not be reproved. He will not be corrected. The scriptures are here to correct you, to show, to make you better. But you don't want to incline your ears to the scriptures. Right. You remember, this happened why? Waarom is dit gebeurd, sister? Waarom is dit gebeurd met ons? Yes, we Israelites. Waarom zijn de Israëlieten in slavernij gaan? Waarom zijn de Israëlieten in slavernij gaan? Waarom zijn we aan de onderkant van de maatschappij? Waarom kunnen we geen baan krijgen? Waarom hebben we geen eigen McDonald's? Waarom hebben we geen eigen onderwijsinstelling? Waarom hebben we geen waar is onze financiële instelling? Waarom? Waarom hebben wij dat niet? Because we refuse to keep God's commandments. That's right. We refuse it. Omdat jullie koppig blijven, daarom zijn we aan de onderkant van de maatschappij. Daarom word je als laatste aangenomen, als eerste ontslagen. Right. Daarom moet je naar je vijanden gaan om een lening te krijgen, studiefinanciering. Right. Als je auto wil kopen, daarom moet je naar hen gaan. Right. Give me dat in Deuteronomy 28 en 43. Daarom gebeurt het met ons. Omdat we hardhorend willen. Gebeurt omdat blanke mensen op een dag boos zijn geworden en dachten van, laat me zwarte mensen gaan pesten. Nee, God heeft ons in slavernij gestuurd. Right. Waarom? Omdat we ongehoorzaam zijn aan hem. Daarom is het met ons gebeurd. Er is geen enkele andere reden. Kom dan. Deuteronomy 28 vers 43. Aha. The stranger. That is within thee. So the strangers, dat zijn al de andere mensen buiten de natie van Israël. Dat zijn vreemdelingen volgens de Bijbel. Remember, it was what? Nation building time. Family time. Dit is de familie. Dit is onze familie. Right, bring it up. Dat is de vreemdelingen die onder ons zijn. Come on. The stranger that is within thee shall get up above thee very high. Dus die Chinezen die in onze buurt komen en hun winkels opzetten. De Arabieren. De Turken, de echte Afrikanen, de Europeanen, die komen allemaal en die zetten in onze buurt zetten ze winkels neer. Waar is jouw winkel? Hun die staan er ook. Waar zijn onze winkels? Waar is onze voedingsindustrie? Waar is onze kledingindustrie? Waar? Het is nergens. Feit of fictie, dames en heren. We hebben niks zelf in Iberia. Iberia is vol. De grond, de bodem zit vol met diamanten, weet je van allemaal. Profiteren jullie daarvan? Nee. Waarom? Omdat we weigeren om naar God te luisteren. That's right. We weigeren om naar God te luisteren. Come on. The stranger that is within thee shall get up above thee very high. Dus hun, die vreemdelingen, die zullen hoog boven ons staan. Want wij zijn aan de onderkant van de maatschappij. Dit is wat de Bijbel zegt. Feit of fictie. Come on. And thou shall come down very low. Zal laag aan de onderkant van de ladder zijn. Feit of fictie. Come on. He shall lend to thee. Dus die vreemdelingen die zullen aan ons lenen. And thou shall not lend to him. Je kan niet eens aan hem lenen. Hij komt in Iberia. Ja, hij pakt jouw resources af. En hij geeft jou 5 cent. Geeft hij ervoor. Hij komt naar Europa. En hij verkoopt het voor miljoenen. Right. Waar is jouw profit? Waar is jouw profit? Come on. He shall be the head. And thou shall be the tail. Christ said, you shall know the truth. And the truth gaat wat doen? It's going to make you free. This is the truth according to the Bible.
Come on, give me Nehemiah 9:36. Bring it up! We zijn hier voor de zogenaamde zwarte Latijns-Amerikaanse en heemse Indianen. Jullie zijn in slavernij gegaan voor ongehoorzaamheid, voor koppigheid aan God. Come on. Right. Nehemiah 9:36. Behold, we are servants this day. Hoor je wat de Bijbel zegt? Behold, we are servants. Wat is een servant? Is iemand die dient toch? Iemand die 's ochtends opstaat, de wekker gaat om 4:45 en die moet gaan werken. Je bent een servant. In wie? In hun koninkrijk. Wie heeft dit koninkrijk opgebouwd? Over wie zijn rug is dit koninkrijk opgebouwd? Over de ruggen van onze voorvaders. We are the servants. Come on. Behold, we are servants this day. Come on. And for the land that thou gavest unto our fathers to eat the fruit thereof. And for the land that thou gavest to our fathers. God heeft deze hele wereld voor ons gemaakt. Maar nou zijn de mensen in ons land die eten de vruchten van ons land. En wij hebben geen profijt daarvan. Dat is wat de Bijbel zegt. Come on. And the God thereof, behold, we are servants in it. We werken inderdaad op het land, maar we hebben absoluut geen profijt ervan. Come on. And it yielded much increase. Suriname, wat zit Suriname voor mee? Bauxiet, met koper, goud. Profiteren wij daarvan? Iberia, wat zit er allemaal in de grond in Iberia? Profiteer jij daarvan, broeder? Nee. Olie, profiteer jij daarvan? Waar zijn onze financiële instituten? Weet ik veel wat. Waar zijn onze gebouwen? Hoe leven jullie mensen in Iberia? Broeder, this nation building time. It's high time to wake up out of sleep. Wakker worden uit je slaap. Het enige wat de Europeanen willen, al die andere naties, is dat jullie blijven slapen. Dat jullie niet inzien how great you are. Dat jullie niet zien dat jullie Gods verkoren volk zijn. Het is hoog tijd voor jullie om wakker te worden. Come on. High time? Ja, give me that. In Romans 13:11. Come on. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. You see that? The Bible says it is high time. Het is hoog tijd om wakker te worden uit slaap. Uit slaap. Jullie zijn in slaap. Jullie weten niet dat jullie de Israëlieten zijn. Jullie noemen jullie zelf Iberianen. Jullie noemen jullie zelf Surinamers, Antillianen, Zwarte. Maar waar is de land van zwart? Waar is dat? Er is geen land of black. Jullie komen van Israël. Jullie zijn de Israëlieten, de 12 stammen van Israël. Jij bent van de stam van Juda. Jij bent van de stam van Benjamin. Dat is jullie nationaliteit. En zolang jullie jezelf Surinaams blijven noemen, zijn die Europeanen zijn blij. Die kunnen rustig slapen. Die kunnen rustig blijven slapen. En jullie houden ze zo. Hoog tijd om wakker te worden. Go back. Nehemiah? Yes, Nehemiah. Nehemiah 9:36. Behold, we are servants this day. And for the land that thou gavest unto our fathers. Want God heeft deze hele wereld voor ons gemaakt. Give me that. Let me prove that. Give me in Esdras. Esdras 6:54. Ik ben hier niet om mijn eigen woord te spreken. Ik ben hier om te spreken met de Bijbel. Teacher! Come on. Come on. Book of Esdras 6:54. Come on. And after these, Adam also, whom thou madest Lord of all thy creatures. God heeft Adam Heer en Meester gemaakt van al zijn schepselen, correct? Adam was de eerste man. De eerste man. Hoe zag de eerste man eruit? Was het de Europeaan of was het de zwarte man? Was de zwarte man, hè? Let's prove that. Let's prove that. Give me that. Give me that. Let's prove that. I'm jumping from here, but I can't prove it. Genesis 2:7. Genesis 2:7. Genesis 2:7. And the Lord God for man of the dust of the ground. Uit de stof der aarde heeft God de eerste mens gecreëerd. De stof der aarde is bruin. Verschillende tinten bruin. Adam was een zwarte man. Come on. 2 Ezra 6:54. Come on. And after these, Adam also, whom thou madest Lord of all thy creatures. Zo, God heeft Adam gemaakt om heer en meester te zijn over al zijn schepselen. Come on. Of him kwam u al. Iedereen komt van Adam. Iedereen. Iedereen. Maar het is een stipulatie, come on. And the people also whom thou hast chosen. Read it again. And the people whom thou hast chosen. Read it again. And the people whom thou hast chosen. En het volk dat God gekozen heeft. God heeft een gekozen volk. Dat zijn de 12 stammen van Israël. Dat zijn jullie zwarte Latijns-Amerikanen en deze Indianen. Jullie zijn Gods verkoren volk. Maar het interesseert jullie niet. Ik wil blijven doen wat ik wil. Ik wil niet luisteren naar de geboden. Dan ga je aan de onderkant van de maatschappij blijven.
Laat me je laten zien hoe bijzonder God jullie vindt. Come on. All this have I spoken before thee, O Lord. Because thou madest the Lord for... All this have I spoken before thee, O Lord. Because thou madest the world for our sake. Hoor je wat er gezegd is? Read it again. Come on. All this have I spoken before thee, O Lord. Because thou madest the world for our sake. De wereld zou niet bestaan als de Israëlieten er niet waren. God heeft de wereld voor jullie gemaakt. De wereld is voor ons gemaakt. Come on. As for the other people, die andere naties. Come on. Which also come of Adam. Ja, de Chinezen komen van Adam. De Arabieren komen van Adam. De Afrikanen komen van Adam. De Europeanen komen van Adam. De Hindustanen komen van Adam. Maar God heeft de Israëlieten gekozen. De 12 stam van Israël heeft hij gekozen. Come on. As for the other people. Which also come of Adam. Come on. Thou hast said what? That they are nothing. That they are what? Nothing. Hoor je wat de Bijbel zegt? Read it again. As for the other people. Which also come of Adam. Thou hast said. Thou, God. You had said that what? That they are nothing. That they are nothing. The other nations are nothing in the sight of God. They are nothing. That's how special you are. That's what your son really said. Come on. But he, like unto spittle. God zegt, die andere mensen zijn een spuug. Zijn een spuug. Als je spuug, die maak je eigenlijk dan ook niet druk om. God zegt dat ze spuug zijn. That's come on. Right. And as liken the abundance of them unto a drop that falleth from a vessel. Dus hij vergelijkt ze ook nog met een druppel die uit een beker valt. Maak je druk als die druppel op de grond valt? Nee. Zo bijzonder zijn jullie. Come on. And now, O Lord, behold, these heathen. Now behold, O Lord, aanschouw Heer, deze heidenen, de naties buiten de natie van Israël zijn heidenen. Hun zijn de heidenen, niet jullie. Jullie volgen nou heidense gebruiken. Door bijvoorbeeld die broek te dragen, door bijvoorbeeld je hoofd bedekt te houden wanneer de scriptures eruit komen. Dat zijn heidense customs. Gentile customs zijn dat. You are not a Gentile. You're following Gentile customs. So you have to come out of those Gentile customs. You have to repent from your sins, brother. That's repent right. From your sins, come on. And now, O Lord. Behold, these heathen, which have ever been reputed as nothing. So God says those heathens are nothing. They've been reputed as nothing. This is the Bible. This is your photo album. This is nation building time. Right. Nation building time. Come on. Have begun to be lords over us. So they begun to because ze zijn heer over ons geworden. Why? Now we are servants. We are serving them. Wanneer je opstaat en gaat werken, you're working for them. Is that to make sense? Come on. And to devour us. So they're devouring us. They devoured us in slavery and they're still devouring us. Kijk in Amerika. Wat gebeurt er dan met onze broers en zusters op straat? Heb je laatst gezien? Zwangere vrouw, 7 kogels door de politie. Het maakt ze niks uit. Ze weten wie wij zijn. Het is hoog tijd voor jullie om wakker te worden. Keep God's commandments and do what? And live. Right, right. Jullie zijn spiritueel dood. Het is hoog tijd voor jullie om wakker te worden. Come on. 2 Ezra 6 vers 58. But we, thy people. You see that? We, thy people. Wij, jouw volk, God. Jouw volk. Wij zijn Gods verkoren volk. Come on. But we, thy people. Whom thou hast called thy firstborn. God called us. His firstborn, come on. Thy only begotten. Thy only begotten. Do you see how special we are? God zegt, ook al komen al die andere naties van Adam, ik heb jullie gekozen om dicht tot mij te zijn, bij mij te zijn. Come on. Thy only begotten and thy fervent lover are given into their hands. Are given into their hands. We zijn nou in de handen van de andere naties. Het is hoog tijd voor jullie om wakker te worden. Give me the precept in Isaiah 44 and 15, right? The nations. Give me that. So, broeders en zusters, het is hoog tijd. Het is hoog tijd voor jullie om wakker te worden tot wie jullie daadwerkelijk zijn. Je bent een prins. Je bent een prinses. Princes don't care.
it so hard to serve God. And why when I say that I'm a Jew, it sound odd? For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sound wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.